Je vertelde net over samengestelde gezinnen. Mm-hmm. Hoe werkt dat? Stel, vrouw, kind, man, kind en zijn alleen en besluit om samen een samengesteld gezin te starten. Ja. Waar moeten ze dan rekening mee houden? Oh, dat is ook een hele ingewikkelde, daar kan je ook een boek over schrijven. Belangrijk is dat op het moment dat als je samen met iemand een kind hebt, dan ontstaat er een nieuw systeem. En een nieuw systeem gaat voor het oude systeem. Dus als jij kinderen hebt met iemand en je hebt daarnaast een relatie en die brengt ook kinderen in vanuit een eerder huwelijk, dan wil het nog niet zeggen dat je samen een nieuw systeem hebt. Je woont misschien samen wel in een huis, maar je hebt pas een nieuw systeem als je eigenlijk een kind hebt. En ik weet niet waar het overgaat als je, net zoals ik bijvoorbeeld, geen kinderen kan krijgen. En hoe lang het dan duurt voordat misschien een relatie toch uiteindelijk een nieuw systeem wordt. Dat durf ik niet te zeggen, wanneer dat precies, dat nieuwe systeem dan ontstaat. Maar in samengestelde systemen gaan dus de kinderen vanuit die vorige relatie, die gaan voor de partnerrelatie. Hoe gek het ook klinkt. Natuurlijk moet je goed voor jezelf zorgen, want als jij niet goed voor jezelf zorgt, kan je ook niet goed voor je kinderen zorgen. Ja. En dat maakt patchwork van families dus ook heel ingewikkeld, want theoretisch in de fontein staan die kinderen, stel dat er uit het eerste huwelijk van de ene partner twee kinderen zijn en twee kinderen uit het andere, eerder huwelijk, die staan niet met elkaar bij elkaar in de fontein, want het is geen bloedband. Die kinderen, die stiefboertjes of zusjes, die horen bij het lot van die kinderen. Maar dat heeft een andere systemische impact dan als het halfbroers of halfzussen zouden zijn. Dus dan moeten eigenlijk twee systemen elkaar pas als er nieuwe kinderen zijn, dan heb je een echte binding. Ja. Okay. Ja. Interessant. Ja. Mooi. Want wat je nu vertelt, dat maakt ook, betekent ook als er een nieuwe man komt, dat hij ook achter de kinderen komt. Mm-hmm. En ik heb laatst een man gecoacht en er is een man gekomen en die heeft ook de plek gekregen van oké, je bent de vader, zeg maar in de ordening. Wat risicovol is, want natuurlijk als je stiefvader binnenkomt kun je ook weer weggaan. Ja, maar dat, je bent dat niet. En dat is, en daarmee ontzeg je, je mag ook, stel dat jij stiefvader bent en die partner die zegt tegen jou, jij bent nu ook de vader van deze kinderen. Nee, je bent nooit de vader van die kinderen. Je bent misschien een hele fijne bonus, maar je bent absoluut geen vader. Ja. En dat moet ook heel duidelijk gemaakt worden. En dat die kinderen juist heel veel ook van hun biologische vader mogen houden. Want anders krijg je loyaliteitsproblemen. Ja, dus je hebt de echte vader en de vader die dan naast woont. Ja.